Groep is voor ons echt een supergoed voorbeeld van een JOC-gemeente, maar ook een regio die heel goed samenwerken, die dit al 9 jaar doen. En wat ik heel mooi vind hier om te zien is dat alle organisaties, alle betrokken organisaties, en dat zijn er veel bij de JOC-aanpak hier lokaal, zijn echt ontzettend gemotiveerd om die gezonde leefstijl op de kaart te zetten. En dat doen ze allemaal op hun eigen manier, maar eigenlijk iedere organisatie die je spreekt heeft eigenlijk hetzelfde verhaal en dezelfde motivatie. Ik denk wat belangrijk is dat de lijn is van hele jonge kinderen tot iets oudere kinderen. Dat we dan zeggen, jongens, van hé, daar zit gezondheid tussen de oren. Die kinderen denken al na over welke keuze kan ik maken en wat kies ik dan. De eerste stelling. Als je in een supermarkt komt, is het heel makkelijk om ongezonde spullen te kopen in plaats van gezonde spullen. Mee eens? Niet mee eens. Ik denk toch dat de kracht ligt om dat met z'n allen te gaan doen en dat te gaan uitstralen. En als we daar een voorbeeld mogen zijn voor het jonge kind, tot 80 jaar bij wijze van spreken in deze gemeente, ben ik daar heel blij mee. De landelijke JOC-organisatie ondersteunt ons op een heel aantal facetten. Aan de ene kant op het wetenschappelijk onderzoek, wat we dus kunnen gebruiken om inwonertjes te motiveren. Aan de andere kant ook door hele praktische dingen met ons te bespreken. Hoe doe je dat nou met buurtsportcoaches? Hoe werkt een jogregisseur? Wat verbindt ons met elkaar? Dus, hoog over en heel lokaal. Samenwerking met het jogteam is heel goed. Het zijn allemaal hele enthousiaste, gepassioneerde medewerkers die het ook zelf geïntegreerd hebben in hun eigen leefstijl. En dat uiten ze ook. Dus die energie die zij daarmee uitstralen, die pak je gewoon over. Ik zeg tegen al die andere gemeenten, als je nog inspiratie nodig hebt, dan ga maar eens even kijken in Oldebroek hoe mooi je dat uiteindelijk kan realiseren. Hier is die denk ik. Dat ook niet. Ja, we hebben hem. Kijk, samen kunnen jullie. Heel goed.